Als je al deze mensen op één klein stukje grond bij elkaar zet en bijvoorbeeld vuurwerk afgesteken, is hartstikke gevaarlijk. Als jullie al het vuurwerk centreren, bij elkaar zetten, zoveel fouten kunnen er gebeuren. Al het vuurwerk bij elkaar, hartstikke gevaarlijk. Doe het alsjeblieft niet. Ik ben Edgar de Bruin en ik werk bij de Griffie van Leidschendam-Voorburg. Dus ik ondersteun de gemeenteraad. En vanuit de gemeenteraad ondersteun ik ook dit jongerendebat. Sommige jongeren zijn nog niet eens stemgerechtigd. Dat klopt, maar ik denk dat je eigenlijk niet zo goed vroeg genoeg kunt beginnen met het leren van debatteren. Want ook in de gemeenteraad, zodat je mensen kunt overtuigen en ook op een duidelijke manier je eigen standpunt naar voren kunt brengen. Er zijn 4 debatrondes. De eerste 2 rondes doen alleen leerlingen van Gymnasium Novum en Dalton Voorburg mee. De 2 laatste rondes doen ook de kandidaat raadsleden mee. Bij iedere ronde is er een stelling. Dan heb je voor- en tegenstanders. In ronde 3 en 4 mogen de kandidaat raadsleden het standpunt van hun eigen fractie en partij vertegenwoordigen en uitleggen. Dus die zullen dan samen met leerlingen van Dalton en Novum tegen elkaar gaan debatteren. Grote jongens van 16 die grote bommen maken, die zijn gevaarlijk. En die hoor je. Dat zijn de bommen die je hele huis in trillen. En daar hebben mensen last van. Die moeten we aanpakken met meer surveillance van de politie. Stel je voor, steek illegaal vuurwerk af, grote knal op een plek waar het eigenlijk niet meer mag. Perfect, dan weet de politie gelijk, daar moeten we naartoe uitdrukken. En die mensen moeten we aanpakken. En dat is wat we gaan doen. We zorgen ervoor dat iedereen veilig vuurwerk kan afsteken. Burgemeester Klaas Stiegler, u bent hier vanavond op het jongerendebat. Wat mij opvalt is, er gaan ook een aantal jongeren debatteren die nog niet eens stemgerechtigd zijn. Dat klopt, maar er zitten ook jongeren die wel stemgerechtigd zijn. Ik denk dat er ook wel jongeren van 18 jaar tussen zitten. Maar dat neemt niet weg dat op deze school en ook op het Dalton krijgen jongeren les in het debatteren, in toespraken houden. Ze houden zelfs niet alleen debattrainingen, maar ook competitie erop. En het is een hele mooie manier om op een goede manier bezig te zijn met allerlei thema's die spelen, maatschappelijke thema's die er zijn, argumenten te vinden, waarom ben je er nou voor, waarom ben je er tegen, daar goede afweging in te maken. Ik zou zeggen, je kunt geen betere voorbereiding treffen als je 18 wordt om dan je stem uit te brengen. Dit is een plan wat niet gaat werken. Het probleem is nu al dat mensen zich niet aan de regels houden. Als je nu gaat zeggen, je moet een kwartier fietsen om een rondje af te mogen steken, dan gaan mensen zich al helemaal niet houden aan de vuurwerkregels. Jullie hebben het over een akkertje. Het is 1/3 van Leidschendam-Voorburg. Dit is een ontzettend groot gebied waar politie en ambulance al staat, omdat daar de vuurwerk af wordt gestoken. Dus dit maakt het alleen maar veel veiliger. Ik ben Suzanne Bergwerk, ben 23 jaar en ik kom uit Voorburg. En ik sta 2e op de lijst van de ChristenUnie-SGP. En vandaag dan het jongerendebat, maar een hele hoop jongeren zijn nog helemaal niet stemgerechtigd. Waarom is het dan zo belangrijk, dat jongerendebat? Ja, dat klopt, maar het is nu al een hele mooie manier om met deze jongeren in contact te komen. En bovendien bereiken ze, als het goed is, bijna binnen 2-3 jaar al de stemgerechtigde leeftijd. Ja, Jente, ik hoor jou zeggen, het is 1/3 van Leidschendam-Voorburg, maar nu wordt het vuurwerk afgestoken in 3/3 van Leidschendam-Voorburg. Dat is toch wel een verkleining van 2/3. Dat lijkt me best wel veel. Vandaag het jongerendebat, hoe ging het? Ik vond het erg leuk. Ik vond het vooral leuk om te zien hoe vurig met heel veel passie die debatclubs van de middelbare scholen deden. Wat ik mij afvraag, het is een jongerendebat, maar de meeste van de jongeren die hier aanwezig waren zijn nog helemaal niet stemgerechtigd. Waarom is het dan toch zo belangrijk om dit debat te houden? Ja, dat heeft eigenlijk 2 redenen. Aan de ene kant is het belangrijk dat zij zelf leren hoe ze misschien later actief het debat kunnen gaan voeren, misschien zelf als politici. En daarnaast is het belangrijk dat ze nu al weten waar ze straks voor moeten gaan stemmen wanneer ze wel stemgerechtigd zijn. Hoe luistert jullie politieke partij naar die jongeren die eigenlijk nog helemaal niet stemgerechtigd zijn? Nou, jongeren die niet stemgerechtigd zijn kunnen altijd lid worden. En wij luisteren sowieso altijd naar de burgers, maar ook naar de leden. Je moet vooral ervoor zorgen dat ze ook een inspraak hebben. Zoals op zo'n avond als dit. Leren ze hoe ze ermee om moeten gaan. En inderdaad, wat hij ook al zegt, ga vooral met die politieke partij in gesprek. Stuur een mail, ga eens naar een bijeenkomst toe. En zo kan je ook als niet-stemgerechtigde al heel veel invloed hebben. Kijk naar Leidse Haven. Daar is een overvolle parkeerplaats. Er zijn veel te veel parkeerplekken. Mensen kunnen daar gewoon hun auto simpelweg niet kwijt. Daarom moeten er ook meer fietsenstallingen komen. Er moeten meer fietsenstallingen groter, beter, bewaard. Maar wat we niet moeten doen is dan weer autoplaatsen, parkeerplaatsen wegnemen, zodat de overlast daar nog groter toeneemt. We zijn het met jullie eens dat er best wel wat meer fietsenstallingen kunnen komen. Maar die fietsenstallingen moeten niet de parkeerplekken vervangen. Want er zijn al te weinig parkeerplekken, zoals jij net al zei. Vandaag het jongerendebat. Heb je daar wat van geleerd?
Ja, ik heb zeker wat van geleerd. Ik heb voornamelijk de stellingen natuurlijk, ik ken ze van tevoren natuurlijk nog niet. Ik heb hem mooi ingelezen. Ik weet nu wat een bijstandsuitkering inhoudt. Ik weet nu wat, hoe een sociale huurwoning woont. Ik weet nu wat de percentages zijn hier. Dus ik heb er best wel veel van geleerd. En hoe bereid je nou voor op zo'n debat? Wij hebben als team, gaan we elke donderdagmiddag gaan we trainen. En dan gaan we met z'n allen zitten in een lokaaltje. Dan gaan we oefendebatjes doen. Dan gaan we dingen uitzoeken. En thuis vooral gewoon googlen van hoeveel vuurwerkslachtoffers zijn de afgelopen jaren gevallen bijvoorbeeld. Hoe werkt sociale huurwoning? Wanneer kom je daarvoor in aanmerking? En op die manier bereid je eigenlijk voor. Maar vooral ook gewoon door te doen en improvisatie. Nou, dankjewel. Ik hoop dat je misschien wel in de prijs valt. Denk je, maak je kans? Ik hoop dat we in ieder geval als team winnen. Ik heb al van tevoren gezegd, dit is mijn laatste jaar als debater. Want ik ga eindexamen doen en ik hoop het ook te gaan halen en dan hier weg te zijn. Maar als team wil ik hem in ieder geval winnen. En ja, die hele mooie grote daar, het zou natuurlijk heel leuk zijn als je hem mee naar huis kan nemen. En ik wil ook eigenlijk wel dat het sowieso binnen ons team komt. En of ik hem meeneem of een van mijn teamgenoten maakt niet heel veel uit. Maar het liefst wil ik het natuurlijk wel allemaal. We hebben het hier over klimaatveranderingen die drastisch zijn. En dan kunnen wij inderdaad, wat we al eerder zeiden, maar 1% gaan meehelpen. Dan moeten we dat doen. Want als wij niks doen, zijn we ook geen voorbeeld. En als wij ons ook terugtrekken, net zoals de rest, dan komen we er al helemaal niet. Dat is waar het om gaat, in de klimaatverandering. En daar moeten we dat iets wat aan doen. Want laten we eerlijk zijn, als ik geen fietsenstalling heb, dan boeien we niet zoveel. Ik heb een mooie ketting, een mooie lantaarnpaal. En dan hang ik weer heel fijn omheen. Dan is die ook fijn. Dan weet ik zeker, die fiets die staat er nog niet kut om. Als ik wortel moet halen, of kaas, of worst. Vanavond het jongerendebat, hoe was het? Ja, ontzettend leuk. Ik vond de jongeren waren, je merkt het, heel erg getraind. Ontzettend enthousiast en is heel leuk om te doen op deze manier. Ja. En zie je ook talentjes van je denkt van nou, die zouden dus de politiek in moeten? Zeker, er zijn echt wel een paar mensen die we ook in het oog gaan houden nu voortaan. Ja. Er zitten echt mensen tussen die ontzettend goed voorbereid waren. En die op het moment dat het belangrijk werd ook echt heel goed konden knallen, heel goed konden luisteren, argumenten konden omdraaien en terugkaatsen. Ontzettend mooi spel gezien vanavond. Politiek is heel belangrijk. Veel mensen denken het zal allemaal wel en ze zoeken het maar uit. Maar het is wel, ja, de stellingen waar het vanavond over gaat, over ging, dat zijn wel stellingen die echt belangrijk zijn voor het leven van mensen. Voor je buurvrouw, voor jezelf. De jongeren zijn de volwassenen van de toekomst. En hoe jonger, hoe beter als je in de politiek interesseert. We zorgen ervoor dat voor iedereen een huis is. En niet alleen voor de rijke mensen die het allemaal kunnen betalen. Maar ook juist ervoor zorgen dat de arme starters, de jonge gezinnen, de ouderen die ook in het ondersegment zitten, dat al deze mensen hier kunnen wonen. Want wij willen ervoor zorgen dat Leidschendam-Voorburg een mooie algemene gemeente wordt die voor iedereen toegankelijk is en niet een wassenaar alleen voor de rijken. Als je hier in Leidschendam-Voorburg een sociale huurwoning wil hebben, dat je 7 jaar op de wachtrij moet staan. 7 jaar. Er zijn genoeg mensen die heel graag met een wat lager inkomen hier in deze prachtige gemeente willen wonen. Maar dit gewoon niet kunnen, dat ze 7 jaar op de wachtrij moeten staan. Als ik hier wil gaan wonen na mijn studie, moet ik me nu al inschrijven. Dit is belachelijk. Ik ben Famke, ik zit hier met Novum en ik hoorde bij Novum A. Nou, je hebt vanavond pittig gedebatteerd. Je was goed aan het woord. Ja, ik heb inderdaad een paar keer gezegd. Had ik van tevoren niet verwacht, want ik was best wel zenuwachtig. Maar het was heel erg leuk. Hoe hebben jullie je voorbereid? Eigenlijk heel erg weinig. We zijn gisteren begonnen met de voorbereiding. We hadden de stellingen wel eerder, maar we hebben gisteren vooral in de middag na school wat stellingen uitgewerkt, wat geoefend. En gewoon gezellig, relaxed. En weet je nou ook van tevoren of je voor of tegen bent? Nee, dat krijgen we altijd pas aan het begin te horen. Dus het is best wel spannend. En hoe ging het? Sommige gingen wat beter, andere wat minder goed. Maar een aantal teamgenoten hebben hele sterke dingen gezegd. Vooral Remy en Jelle waren heel erg goed. Die hebben het heel sterk gedaan, vooral het laatste debat. We moeten van die zandloop moeten een Fanta-fles maken. We moeten gewoon zorgen dat er niet meer aanbod is. Zodat die mensen inderdaad, wat de kern wordt namelijk ook zeggen, doorstromen. We moeten van die laag inkomen, moeten we wel zorgen dat we kunnen doorstromen naar die middensectorhuizen. Want wat blijkt nou? Uit onderzoek is gebleken dat 1000 mensen van die nu al wonen in die sociale huurwoning, daar helemaal niet willen wonen. En daar ook gewoon langzamerhand gewoon niet meer bij passen. Dat gewoon doorstromen naar de sector. Maar er zijn wel afspraken hier in de omgeving, gemeente Den Haag en het onderland, 30%. Dat is de norm. De afgelopen 4 jaar is er 0% hier in deze gemeente bijgebouwd. 0%. Helemaal nul. En als in het eerste onderwerp gezegd, voor burgers, lachten we met elkaar. Maar als ik dan hier hoor, ja, middensegment en dan moet je maar met z'n tweeën gaan werken, Ode.
Niet iedereen heeft die mogelijkheid. Ik ben Nileen Wan en ik zit in Novum B. Ik ben Britt van der Laar en ik zit in Novum A. Oké, het is misschien makkelijk om te zeggen, wat vond je van elkaars team? Wat vond je van het andere team? We hadden de eerste ronde, het zaten tegen elkaar. Het was gewoon een goed debat volgens mij. Ja, ik vond het ook wel een goed debat. En dan kwamen er uiteindelijk ook politici bij. En jij hebt met ze gedebatteerd. Hoe ging dat dan met de voorbereiding in de gesprekjes vooraf? Wij hebben het eigenlijk gedaan. We gingen eerst onze eigen argumenten die wij van tevoren bedacht hadden uitleggen. En dat de gemeenteraadsleden dan de argumenten aanvulden en hun eigen argumenten inbrachten. En zo hebben we eigenlijk een hele groep argumenten bij elkaar gezocht om dan tijdens het debat te gebruiken. Er wordt wel eens aan mij gevraagd, nou ja, wat wil jij later gaan doen? Dan zeg ik, ik wil geneeskunde gaan studeren en ik wil later in een mooi huis in Amerika gaan wonen. Ik zeg dan natuurlijk niet, ik wil in een sociale huurwoning wonen. Zoals jij zegt, die mensen die willen daar helemaal niet wonen. Nee, inderdaad, dat willen ze niet. Ze willen inderdaad doorstromen, maar dat lukt niet altijd. En door het zo laag te houden, want we moeten naar die 30%. Die vanfles van jou, daar zit ook een verdunning in. Ik geloof dat jij die colafles doet. Jullie zeiden 26%, jongens, dan hoeft er nog maar 4% bij. Die andere 70% kunnen we aan dat binnenstand hebben. En kunnen we dus ook jullie probleem oplossen. We kunnen dus gewoon met z'n allen het hele probleem oplossen. Minimaal gewoon die 30% bereiken, jongens. Iedereen verdient een goed dak boven zijn hoofd. Ik ben Gijs Lupon, ik ben de nummer 3 voor het CDA, 34 jaar, woon hier in Voorburg. Dus de kans is vrij groot dat als mensen op het CDA stemmen dat jij misschien wel de raad in komt? Ja, ik denk inderdaad dat die kans heel erg groot is. Wij gaan zeker 5 zetels halen, dus dat gaat helemaal gebeuren. Vanavond een jongerendebat. Wat mij opvalt is altijd, ja, jongeren die eraan meedoen zijn nog helemaal geen 18 en helemaal niet stemgerechtigd. Waarom is dat jongerendebat zo belangrijk? Daar verderop, daar zit mijn vader, die kwam mij supporteren. En bij mij is de politiek met de paplepel ingegoten. Ik zat als klein ventje, werd ik door mijn vader, toen gemeenteraadslid, meegenomen naar de gemeenteraad. Wat je tegenwoordig ziet is dat jongeren steeds minder weten van politiek. Zitten wel heel veel op de smartphone, maar weten eigenlijk minder wat er gebeurt. Dus het is heel leuk om zoveel jongeren zo enthousiast bezig te zien met politieke issues. Absoluut. Je brengt het alsof je deze mensen beschermt hiermee. Je brengt het alsof je ze beschermt door ze de kans te ontnemen om de taal te leren. Om zich te kunnen beschermen tegen tegen mensen die misbruik van hun maken. Je moet die mensen juist wapenen en dat doe je door ze te verplichten die taal te leren. Die mensen hebben eigenlijk geen dak meer boven hun hoofd. Die mensen kunnen geen eten meer kopen. Die mensen kunnen geen kleren meer kopen voor hun kinderen. Wie zijn wij om te bepalen dat wij het recht hebben om hun dit af te nemen? Marieke, jij hebt vandaag gedebatteerd. Ja, dat klopt. Hoe ging het? Het was voor de eerste keer dat ik dit deed, dus het was wel heel spannend. En ik had ook steeds net de verkeerde kant van de stelling die ik juist wou verdedigen. Maar het ging op zich wel goed en ik heb wel gewoon goed gepraat volgens mij. Heb je er wat geleerd? Ja, en ik denk ook dat je er wel ook veel voor leid aan hebt gewoon... Omdat je weet dan hoe je moet spreken voor een groep en zo. En daar heb je ook wel wat aan, denk ik, later. Dus... Ja, maar je bent nog best heel erg jong, klopt hè? Dat klopt, ik zit nog in de tweede. Maar ja. Ja. En dan nu al met politiek bezig. Is dat niet ontzettend lastig soms? Ja, dat is ontzettend lastig. Maar... Beetje ver weg van je bedshow. Ik bedoel, we hebben het over de participatiewet gehad, de bijstandsuitkering. Ja. Ik wist er eerst niks van, maar nu door dat debat weet ik er nu al wel wat meer van. Als jullie geld van deze mensen afnemen, nemen jullie 3 dagen eten af. Neem jullie de sportkleren van een kleine zoontje af. Neem jullie de sociale contacten die deze mensen kunnen hebben, waardoor ze juist meer aan staal gaan leren, neem jullie ze af. Jullie nemen ze elke kans die ze in deze maatschappij hebben, af. Jullie zorgen ervoor dat deze mensen geen geld meer hebben om de taalles te nemen. Want de taalles kost 12 euro per avond. Dat is veel te veel als jij maar 966,67 euro per maand te besteden hebt. Dit gaat allemaal op aan eten, dit gaat allemaal op aan huur. Ook in de sociale woning waar we het net over hebben gehad. Wij ontnemen deze kans niet van hen. Zij kunnen dus leren Nederlands te spreken, waardoor ze gelijk geen misbruik van ze worden gemaakt, zoals net al werd gezegd. Waardoor ze dus dat duwtje in de rug krijgen, dat ze dus uiteindelijk in die samenleving geen vis geven, maar geven hun hengel, dat ze door kunnen gaan met hen. Mijn naam is Jochem Streefkerk, ik sta op de lijst van de Partij van de Arbeid op nummer 2. En vandaag een jongerendebat, hoe ging het? Ja, dat ging wel goed. Het is bij zo'n debat altijd wel interessant of je de beurt krijgt van de debatleider of niet. Ik vond het leuk dat gespreid werd. Is de burgemeester een goede debatleider?
En de burgemeester is een heel goede debatleider. Hij bleef uiterst kalm, ondanks dat kandidaten stonden te springen om hun bijdrage te leveren. En dat deed hij heel goed. En heb je al een talent gezien vanavond? Ik heb zeker wat talenten gezien. Ik moet wel zeggen, hij zat aan de goede kant, maar bij de andere partij, Jelle was een talent vanavond, maar hij is geïnteresseerd in GroenLinks. We vonden team Novum P op twee punten, bij twee discussies eigenlijk het sterkst opereren. En daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat team B van Novum als winnaar kan worden aangemerkt. Wie of wie is de beste debater van vanavond? Dat is Jelle.